Om het taboe op kanker in Suriname te doorbreken, heeft het Radiotherapeutisch Centrum Suriname, RTCS, vandaag voor de eerste maal een kankerbeurs georganiseerd. Naast RTCS waren ook organisaties zoals de Stichting Pink Ribbon Suriname, de Prostaatkankervereniging Suriname, Stichting Lobby, de Surinaamse Kankervereniging, Stichting Millennia Thuiszorg en de oncologieafdeling van het Academisch Ziekenhuis vertegenwoordigd. RTCS-bedrijfsleider Sharita Gangaram Pandey legt uit waarom deze beurs is georganiseerd en wat de rol is van het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn heel wat organisaties actief in Suriname. We merken dat kanker nog steeds in de taboesfeer is en dat er nog niet genoeg awareness is bij de bevolking. Vandaar dat we met deze dag geprobeerd hebben om alle verenigingen, stichtingen die actief zijn op het gebied van kanker, bij elkaar te bundelen en de mensen goede voorlichting te geven. Waardoor mensen niet overal naartoe moeten, maar op één plek terecht kunnen voor alle informatie met betrekking tot kanker, behandelingsmogelijkheden, maar ook in het geval dat geen behandeling mogelijk is, een stukje thuiszorg en palliatieve gezondheidszorg. Nou, het ministerie van Volksgezondheid betaalt voor de bestraling van de kankerpatiënten. Dus de bestraling van de kankerpatiënt, daarvoor hoeft de patiënt geen kopercentje uit te geven. Dat doet het ministerie van Volksgezondheid. En het ministerie van Volksgezondheid maakt het stukje beleid. Stichting Pink Ribbon Suriname doet reeds 4 jaar aan bewustwording over kanker. Terwijl de Prostaatkankervereniging Suriname pas vorig jaar werd opgericht door de prostaatkankersurvivor en voorzitter van de vereniging, Chas Warning. Hij vertelt dat het taboe onder mannen heel groot is en geeft ook aan welke rol de prostaatkankervereniging speelt in de bewustwording van mannen. De voorzitter, Jennifer Bromet, geeft eerst aan welke rol de stichting Pink Ribbon vervult in Suriname. Rivas is de initiatiefneemster geweest. Ik heb haar gelijk ondersteund. En we zijn 8 maart 2012 begonnen met de grote launch toen op het Onafhankelijkheidsplein. En ik moet zeggen, we krijgen steeds meer mensen, vrouwen die survivor zijn of patiënt zijn, in behandeling zijn, met vragen en informatie. Studenten, mensen die werkstukken moeten maken. We krijgen veel aanloop. Er is taboe. Dat proberen we te doorbreken. Ik ga je een voorbeeld geven. In Nederland wonen er 17 miljoen mensen. In Suriname 500.000. Wij hebben in november en in juni, november vorig jaar en in juni dit jaar, hebben we openbare bijeenkomsten georganiseerd om de samenleving te informeren. Gemiddeld hadden we ongeveer 150 mensen. Mannen, 80% mannen en vrouwen en kinderen van gediagnosticeerden. In Nederland, wanneer ze bijeenkomsten organiseren, hebben ze 30, 40 man. Dus ik geef weer de grote behoefte die hier in Suriname is daarover. Aldus Chas Warning, voorzitter van de Prostaatkankervereniging Suriname. En daarvoor Jennifer Bromet, voorzitter van Stichting Pink Ribbon Suriname. We spraken hen vanmorgen tijdens de eerste kankerbeurs, georganiseerd door het Radiotherapeutisch Centrum Suriname. De organisatie mag terugblikken op een geslaagde en goed bezochte activiteit.